gevaarlijke gangster is ontsnapt uit de gevangenis. Een opdrachtgever geeft hem een pak geld voor elke misdaad die hij kan plegen. 3 politieteams moeten dit beletten. De agenten moeten snel zijn, want als de gangster 1 miljoen euro heeft verzameld, is zijn doel bereikt en verlaat hij de stad. Kunnen de agenten de gangster pakken voor hij 1 miljoen heeft verdiend? Om misdaden te kunnen plegen, moet de gangster eerst voorwerpen stelen in de stad. Bijvoorbeeld een touwladder, explosieven of een mes. Deze voorwerpen staan op het scherm van de gangster en de agenten, maar ook op het kaartje dat je meekrijgt. Op je scherm en op het kaartje zie je ook de 10 plaatsen waar hij een misdaad kan plegen. Voor elke misdaad heeft de gangster bepaalde voorwerpen nodig. Bijvoorbeeld, op plaats 1 heeft de gangster een zender nodig, op plaats 2 explosieven. Op sommige plaatsen heeft hij 2 of zelfs 3 voorwerpen nodig, zoals op plaats 5, chloroform, een vrachtwagen en een mes. De gangster verdient geld met elke misdaad die hij pleegt. Hoeveel hij op elke plek verdient, zie je ook op het kaartje. Bijvoorbeeld, op plaats 1 200.000 euro. Op plaats 6 400.000 euro. Op plaats 5 zelfs 600.000 euro. De gangster moet dus eerst voorwerpen verzamelen en kan pas dan misdaden plegen. De volgorde van de misdaden kan hij volledig vrij bepalen. Hij kan ook vrij beslissen welke voorwerpen hij wil stelen. De 3 politieteams en de gangster hebben een telefoon met GPS op zak. Hierdoor kunnen de politieteams zichzelf en de andere teams zien lopen. Jouw team herken je aan het rode kadertje. De gangster, die ziet alleen zichzelf lopen op de kaart. Je kan de kaart in detail bekijken door erop in te zoomen met de plusknop bovenaan. Je ziet dan alle straatnamen en je ziet ook heel precies waar de voorwerpen van de gangster liggen. Je kan de kaart in 4 richtingen bewegen door op de richtingstoetsen te drukken. Uitzoomen doe je door op de min-knop te drukken. Om de 6 minuten zien de agenten de positie van de gangster op de kaart. En om de 3 minuten ziet de gangster de positie van de agenten. De icoontjes blijven staan tot de nieuwe positie verschijnt. Op de aftelklok zie je hoe lang je nog moet wachten. Onderaan het scherm staat een radarlijn. Op deze radar kunnen de agenten continu zien hoe ver ze nog van de gangster zijn verwijderd. Maar ook de gangster heeft zo'n radar. Bijvoorbeeld, het rode politieteam bevindt zich tussen 50 en 100 meter van de gangster. Het groene tussen 100 en 150 meter. Het blauwe tussen 150 en 200 meter. Komt een politieteam dichter bij de gangster, dan beweegt het team naar links en omgekeerd. Staan er geen politieteams op de radar, dan is de gangster meer dan 200 meter verwijderd van de agenten of heeft de gangster een stoorzender ingeschakeld. Over de stoorzender zo dadelijk meer. Wanneer de gangster een voorwerp steelt, dan krijgen de agenten meteen een bericht. Bijvoorbeeld, de gangster heeft een mes gestolen. Ook wanneer de gangster een misdaad pleegt, krijgen de agenten meteen een bericht. Bijvoorbeeld, de gangster heeft een misdaad gepleegd op plaats 5. De agenten moeten de gangster insluiten en neerschieten voor hij 1 miljoen euro heeft verdiend. Schieten doe je met de knop rechts onder het scherm. Maar let op, ook de gangster kan een politieteam neerschieten. Je kan pas raak schieten als je binnen een straal van 30 meter van je tegenstander staat. Is de gangster neergeschoten door een politieteam, dan is het spel afgelopen en hebben de agenten gewonnen. Schiet de gangster een politieteam neer, dan moet dit team terugkeren naar zijn hoofdkwartier om opnieuw te kunnen meespelen. Daar wordt het automatisch tot leven gewekt. Lukt een schot niet, sluip dan dichterbij en probeer opnieuw. Je schiet ook makkelijker raak in een open ruimte, weg van hoge torens en gebouwen. Maar schiet niet in het wilde weg, want je krijgt maar 3 kogels. Wil je bijladen? Ga dan naar je hoofdkwartier en je pistool herlaadt automatisch.
De gangster krijgt bij de start 3 soorten verdedigingsmiddelen mee. 1. De stoorzender. Wanneer de gangster de stoorzender activeert, is het radarscherm van de agenten 3 minuten lang uitgeschakeld. Bovendien wordt binnen deze 3 minuten de positie van de gangster niet getoond op de kaart. De agenten zullen dan nog eens 6 minuten moeten wachten op de nieuwe positie van de gangster. Maar raapt de gangster ondertussen een voorwerp op of pleegt hij een misdaad, dan wordt dit nog altijd gemeld aan de agenten. 2. Het kogelvrije vest. Wanneer de gangster het kogelvrije vest activeert, dan is hij 5 minuten lang beschermd tegen kogels van de politie. Na 5 minuten werkt het vest niet meer. 3. De mijn. De gangster kan op elke plaats een mijn verbergen voor de agenten. Deze mijn werkt in een straal van 30 meter. Loopt een politieteam erop, dan moet het terugkeren naar het hoofdkwartier. Loopt de gangster er zelf op, dan winnen de agenten. Let op, een mijn werkt pas 1 minuut nadat ze is geactiveerd. Ze blijft werken tot er iemand oploopt. De gangster krijgt bij de start 2 mijnen, 1 stoorzender en 1 vest mee. De agenten hebben maar 1 actieknop. Met de rechterknop kunnen ze schieten naar de gangster. Ook de gangster heeft deze knop om te schieten. Om een voorwerp te stelen loopt de gangster tot op het voorwerp. Om zeker te zijn dat hij er pal op staat, zoomt hij in en drukt op het voorwerp om het op te rapen. Onderaan het scherm staan alle voorwerpen die de gangster bij zich heeft. Je kan doorheen dit overzicht scrollen door met de vinger naar links of rechts te bewegen. Om een mijn te activeren, drukt de gangster op het icoontje. Na 1 minuut begint deze mijn te werken. En met 1 druk op de knop kan de gangster ook een kogelvrij vest aantrekken of een stoorzender activeren. Om een misdaad te plegen, loopt de gangster tot op de misdaadplaats. Om zeker te zijn dat hij er pal op staat, zoomt hij in op deze plek. Staat de misdaadplaats in het grijs, dan heeft hij niet de juiste voorwerpen bij zich. Staat ze groen, dan kan de misdaad gepleegd worden. Is ze rood, dan is ze al gepleegd. Voor het spel begint, kiest de gangster een geheim hoofdkwartier. Dit wordt zijn startplaats en de plek waar hij kogels kan herladen. De agenten kunnen niet zien waar deze plek is. De gangster krijgt de positie van de agenten voor het eerst te zien na 3 minuten. Op zijn scherm verschijnen dan de icoontjes van de 3 politieteams. De agenten krijgen de positie van de gangster pas voor het eerst te zien na 6 minuten. Ondertussen werkt de radar en kan het dus gebeuren dat een politieteam in de buurt komt van de gangster. Laat je tijdens het spel niet te sterk meeslepen door wat er op je scherm gebeurt en kijk goed uit voor het verkeer en andere gevaren. Respecteer de verkeersregels en pas goed op jezelf en de anderen. Agenten, jullie target trekt nu de stad in. Schiet hem neer voor hij zijn miljoen te pakken heeft.